Mijn naam is Ilse Veenstra en ik werk als klinisch geneticus hier in het UMC Sint-Radboud. Een klinisch geneticus wordt ook wel een erfelijkheidsarts genoemd. Een van mijn aandachtsgebieden is de prenatale diagnostiek. Wanneer er bij een zwangerschap bij het ongeboren kind sprake is van een afwijking wat met de echo gezien kan worden, of wanneer de uitslag van de vlokkentest niet goed is, dan ga ik met ouders in gesprek om uitleg te geven over wat er aan de hand is. Mijn andere aandachtsgebied is erfelijke vormen van slechthorendheid en doofheid. De ontwikkelingen op het gebied van de genetica gaan razendsnel. Het belangrijkste en ook het leukste aan mijn vak is dat ik probeer om mensen zo goed mogelijk van informatie te voorzien en te vertellen wat de mogelijkheden zijn, zodat iedereen aan het einde van het gesprek de deur uit kan gaan en keuzes kan maken die bij hen passen.